Ik zit hier geachte kijkers tussen twee dorpsondersteuners. Dus voor mij steun genoeg op dit moment. Aan mijn linkerzijde, voor u aan de rechterkant, zit Marianne Nijst. Marianne, welk deel van Gemert is voor jou het deel dat je moet bestieren? Ik doe samen met mijn collega Elise het centrum. Het centrum. Het centrum van Gemert. Ja. En aan mijn rechterzijde zit Theo van der Horst. En Theo die houdt zich vooral bezig met Gemert, puntje. Oost. Oost. Ja, want hoeveel dorpsondersteuners zijn er in totaal, Theo? In Gemert zijn wij met 5. Ja. Ja. En betekent dat, Marianne, dat je dan ook af en toe contact hebt, overleg hebt? Welke problemen je bent tegengekomen, welke oplossingen daarvoor aangedragen zijn? Kortom, steunen op elkaars ervaring? Jazeker, we hebben elkaar heel hard nodig in de wijk, want ik moet sowieso met Elise goed afstemmen of zij al bij iemand is geweest, welke oplossing er is gekomen. Als ik iets niet weet, vraag ik Theo of mijn andere collega's. Dus we hebben één keer in de maand samen met Gemert overleg. En dan hebben we naast ons andere collega's uit de kernen één keer in de 6 weken. Ja, ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, en ik snap dat de wet op de privacy je daar enigszins in hindert. Maar misschien dat je in zijn algemeenheid kunt vertellen wat voor problemen er zoal op jullie afkomen. Welke problemen je gevraagd wordt op te lossen. Ja, die zijn heel divers. Van aanvraag van taxipas of huishoudelijke ondersteuning. Maar ook financieel problemen. Problemen met de buren. Vrije tijdsbesteding. Of problemen dat de mantelzorger overbelast is. Ja, echtscheiding. Het kan van alles zijn. Ja. Het kan van alles zijn, zegt Marianne. En dat geloof ik ook meteen. Maar wat het ook is, het moet je op een gegeven moment ook duidelijk worden. Het moet aangedragen worden vanuit de buurt, vanuit de familie. Hoe komen zulke problemen tot jullie? Ja, dat kan op verschillende manieren, wat je al zegt. Hè. Kunnen signalen vanuit de buurt komen. We krijgen ook signalen via zorgaanbieders, hè, dus wijkverpleegkundige, case manager. En mensen gaan ook vaak wel naar het gemeentehuis toe om in eerste instantie. En met name alle WMO-vragen die nieuw zijn, die komen in eerste instantie bij ons terecht. Ja, ja. De gemeente noem je, is dat ook een soort baas? Is er überhaupt een baas die zeg maar een aanspreekpunt is en jullie tegelijkertijd ook aanstuurt? Zoals denk ik veel mensen in Gemert wel weten, dat vroeger stonden wij op de payroll bij de LEF-groep. Mm-hmm. Maar er is toen een verandering opgetreden en de LEF-groep is uit Gemert vertrokken. Toen is gekeken van wat er dan met ons moest gebeuren, want er is een andere welzijnsorganisatie voor in de plaats gekomen, dat is Lumens. Die wilde ons niet in dienst nemen. En toen is er een andere constructie geformeerd. Dus wij zijn nu eigenlijk in dienst van de Stichting Dorpsondersteuning. Ja, ja. Die toen in het leven is geroepen. Omdat als wij in dienst zijn van de gemeente, dan voelt dat toch alsof we de gemeente zijn. En we willen vooral naar buiten toe toch uitstralen dat we onafhankelijk opereren. Lijkt me ook heel belangrijk, ja. Marianne, we hebben het net over de verscheidenheid aan problemen gehad die je eventueel tegen kunt komen. Lig je nou, als er zich zo'n zaak voordoet die wat dieper gaat, lig je er dan ook wel eens wakker van? Neem je dat mee naar huis? Of speelt dat bij jou dan? Ik neem het wel eens mee naar huis, omdat ik vanuit thuis ook alles doe, zeg maar. Maar ik lig er zelden wakker van. Ja. En ik kan het ook goed van me afzetten. En ik denk dat dat ook wel heel essentieel is voor deze functie, want je kunt mensen eigenlijk alleen maar goed helpen als je zelf niet te betrokken raakt in de zin van dat het ook jouw probleem gaat worden. Ik kan me dan ook voorstellen dat op het moment dat deze baan tot je kwam, dat je tegen jezelf moest zeggen van is dat wel iets voor mij? En dat je wat je nu net zegt ook in die overweging meenam. Hè? Want hoe is dat gegaan? Hoe is die baan tot jou gekomen? Ik heb een opleiding gehad als verpleegkundige. Ik heb lange tijd op cardiologie gewerkt.
Toen ben ik een tijdje fulltime moeder geweest thuis. Toen ben ik gaan werken bij de peuterspeelzaal. En toen ik daar klaar mee was, toen had ik zoiets van, wat ga ik nu doen? En op die moment kwam net die advertentie en toen dacht ik, nou, dit past echt als een jas, zeg maar. En dan moet je ook gewoon solliciteren, een procedure doorlopen. En dat is dus blijkbaar goed gegaan. Ja, dat is goed gegaan. Ja. Ja. En hoe lang doe je het nu al? Vanaf 2016. Ja. Dus is al behoorlijk ervaren. Ja, ik ben er heel blij mee. Kan ik me indenken. Theo, hoe is dat bij jou gegaan? Jij bent nog wat langer in dienst. Sinds 2013 heb ik begrepen. Ja. Hoe kwam dat destijds tot je, deze functie, deze baan? Ja, als ik echt heel ver terug ga, dan heb ik ook nog een achtergrond in de zorg als verpleegkundige en docent verpleegkunde. Aha. Maar daarna heb ik 25 jaar in de muziekbranche gewerkt. Dat is heel anders. Ja, precies. Maar ja, door de ontwikkelingen daar, downloaden, Spotify, noem maar op, liep dat op een eind in 2013. En toen was ik op een leeftijd dat het natuurlijk een beetje lastig was om weer ergens aan de slag te komen. Ja. En toen zag ik de advertentie in het Gemers Nieuwsblad. Dat was in eerste instantie voor 8 uur. Maar het leek me wel heel leuk en boeiend en in Gemert. Dus toen heb ik gesolliciteerd en in de loop der tijd zijn het aantal uren ook uitgebreid. Ja. En ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Ja, het leek je leuk en boeiend. Je doet het nog steeds met heel veel plezier. Maar niettemin zullen er ook wel eens moeilijke momenten zich voordoen. Het maakt wel dat je anders door Gemert loopt. Tenminste, zo ervaar ik het dan voor die tijd. Omdat je inmiddels bij heel veel mensen achter de voordeur bent geweest en weet wat voor problemen er zijn. Ja. Maar net als Marjan, ik kan het wel goed loslaten. Het is wel zo dat je nog eens ooit, als je een vraag hebt gekregen, toch nog over aan het nadenken bent van hoe kan ik dit nu het beste aanpakken. Ja. Maar dan is het ook altijd weer fijn om met collega's te kunnen overleggen of die al ooit iets soortgelijks aan de hand hebben gehad. En, dus dat maakt het makkelijker. Nou heb ik jullie collega's in Bakel al geïnterviewd. En ik vond het destijds wel leuk om samen met hen te komen tot een soort dorpsprofiel van Bakel. Hè? Het karakter. Iets dat je in zijn algemeenheid vaak tegenkomt. Heb jij enig idee hoe dat in Gemert zou kunnen worden benoemd? Ja, dat is, het wordt meteen heel erg generaliserend, denk ik. Hè? Als je tenminste dat. Ik heb wel zoiets van dat er qua leeftijdsgroep wel verschil in is. Dat met name oudere mensen toch vaak moeilijker de weg weten te vinden naar ons. Hoewel dat wel steeds beter wordt. En het moeilijker vinden om hulp te vragen. Ja. Terwijl de iets jongere groep, hoewel echt jeugd, heb ik eigenlijk heel weinig mee. Zeker niet omdat we nu ook een dorpsondersteuner jeugd hebben sinds kort. Ja. Maar die tweedeling zie ik wel. Van dat mensen dan vaak over een drempel heen moeten om. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ik heb wel het idee dat er heel veel mensen bereid zijn om iets te doen in Gemert. Alleen dan moet je ook nog net iets hebben wat bij je past. Want we zijn ook wel eens op zoek. Omdat we lopen ook vaak tegen het feit aan mensen die zich eenzaam voelen, weinig contacten hebben. Als we dan iemand zoeken, daarvoor iemand, één op één. Ja, dan zijn er best mensen die dat willen doen. Maar er moet wel een klik zijn, anders dan werkt het niet. Hè? Nee, dus ook de hulpvrager, als die 's ochtends al denkt van dadelijk komt hij of zij weer. Ja, dan is het beter om er niet mee door te gaan. Dan werkt het niet. Marjan, heb jij enig idee naar die grootste gemeenedeler? Gemert Centrum, daar wonen denk ik vooral de echte Gemertenaren. Heb jij een beetje een idee ontwikkeld in die 6 jaar dat je het nu doet? Wel altijd een heel hartelijk welkom. Ik vind wel dat vooral ook wij, de grootste groep is toch wel de oudere burger. Altijd heel welkom en als we er eenmaal zijn geweest, ook vol vertrouwen en dat visitekaartje van ons altijd in de portemonnee, zo van, heb ik eindelijk iemand. Ja. Als er iets is, dan kunnen we dat vragen. En dat is wel heel mooi om die band ook op te bouwen, zeg maar. Ja. Ben je een beetje onderlegd in het Gimmers dialect? Jawel, een beetje wel.
Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Want vooral die oudere Gemertenaren, die spreken, ja, denk ik, nog heel vaak dat beroemde Gemmerse dialect. Ja, klopt. Ja. Ja. Nee, en dat is ook heel fijn. Dat is vertrouwd en dat voelt dan ook meteen zo van, oh, die komt van hier, dus ja, snapt ons. Ja. 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 Ja, ik ben van hier. Ja, ja, dat is heel mooi. Ja. Goed, Theo, Marianne, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Heel veel succes bij de verdere werkzaamheden. En als er ooit iets is waar Omroep Centraal vrijwilliger bij kan zijn, hè, want dus, dat wordt ook nagezocht, ja, dan laten jullie het zeker weten. Ja, absoluut, absoluut. En het is voor ons ook altijd belangrijk, en, maar dat gebeurt ook al wel, dat als wij iets te promoten hebben, dat we ook een beroep op Omroep Centraal mogen doen. Want het is altijd belangrijk om de activiteiten die georganiseerd worden, om die voor het voetlicht te brengen. Ja. Dus, staat genoteerd. Okay. Nou ja, Marianne? Omroep Centraal wordt goed bekeken door onze doelgroep. Ja. Dus dat is zeker heel fijn. Nou, dat is ook weer fijn om te horen. Ja. Goed. Nogmaals, dankjewel. Hartstikke bedankt. Okay, dankjewel. Fijne dag.